Pessimisme is voor losers, is de titel van het nieuwe boek van journalist Joris Luijendijk en oud-topmanager Kees van Leden. Het is een briefwisseling over de doorgeschoten macht van de aandeelhouders. Dat zorgt voor onrust in de samenleving, vanwege hoge bonussen, topsalarissen en bijvoorbeeld de witwasaffaire bij ING. Aan tafel Kees van Leden en Joris Luijendijk. Zij vertellen hoe het verder moet. Welkom, heren. En fijn dat u er bent. Misschien moet ik bij u beginnen, meneer Van Leden. Want het initiatief voor dit boek kwam, vond ik verrassend, van u. Dat vind ik een beetje een bijzondere combinatie. Dat u als oud-topman toch met een beetje zo'n linkse journalist wil samenwerken. Nou, hoe kwam dat zo? Waarom verrassend? Daar heb ik helemaal niks van. Nou, een bijzondere combinatie. Het initiatief kwam van mij. Ik ben door diverse mensen benaderd om eens wat op papier te schrijven van mijn leven. Maar daar voel ik eigenlijk niet zo vreselijk veel voor. Ik heb dat schrikbeeld van die twee oude muppets in die loge die de volgende generatie gaan vertellen hoe ze, wat er allemaal mis is met de huidige samenleving. Dus dat is niet mijn stijl en mijn inzet. Maar toegegeven, ik heb bijzonder interessante dingen meegemaakt. En toen kwam het idee op om die eigenlijk per thema te delen met een andere generatie. En toen kwam Joris in beeld. Die had in de klas gezeten bij mijn dochter. Oh, wat leuk. En ik had van hem gelezen. Ik dacht, ik bel mijn dochter, geef me een e-mail. En we hebben een afspraak gemaakt in Londen. Dus u kende hem al als 14-jarig jochie? Bij u thuis. Ja, maar ik ken hem niet zo goed. Eigenlijk alleen van een ritje zat hij op de achterbank met mijn dochter. Want ze beide gingen voor een studiebeurs naar Amerika. Kan je nagaan hoe lang geleden dat is, Joris? Ja. Ja. 31 jaar. Ja. En meneer Luijendijk, u schrijft in het boek dat het gesprek tussen u beiden eigenlijk begon op een van de hoogste verdiepingen van de grootste bank ter wereld, JP Morgan. Daar zitten hele grote namen in de adviesraad, Tony Blair. En dan kiest u Kees van Leden uit om mee te gaan samenwerken. Wat trok u zo aan in Kees van Leden? Nou, het is volgens mij, wat mij ook heel erg aantrok, was de vorm. Dat je dus in zo'n briefvorm eigenlijk echt kan afpellen hoe je er nou anders over denkt. Want waarom gaat het nou vaak zo vaak mis in discussies? Gaan mensen schelden? Ik denk, omdat mensen het heel moeilijk vinden om te denken dat de ander wordt gedreven door nobele motieven en het toch met je oneens is. Het is veel makkelijker om te denken de ander is slecht, de ander is dom of de ander is corrupt. En wat mij nou heel leuk lijkt, is een briefwisseling met iemand waar wij er allebei van uitgaan dat we worden gedreven door nobele motieven. We hebben andere ervaringen, we hebben andere interpretaties. En vervolgens kunnen we dus naar allerlei dingen kijken. Van Brexit naar klimaat, naar inderdaad zo'n adviesraad. Ja. En ja. En het begint in het boek ook over dat u zo benieuwd bent naar die onder onsjes van topmanagers. Een van de bekendste voorbeelden is natuurlijk de Bilderberg-conferentie, waar de crème de la crème van de wereld samenkomt. Wat voor spannends heeft u daarover gehoord van meneer Van Leden? Nou ja, als ik verhalen hou voor zaaltjes, dan wordt vaak gedacht dat daar grote complotten worden gesmeed. En mijn indruk was al, dus misschien is het gewoon confirmation bias, dat veel te optimistisch was. Dat het idee van een complot suggereert namelijk controle. En mijn ervaring is eigenlijk dat de wereld veel meer van chaos en misverstand aan elkaar hangt. Dus zij worden eigenlijk helemaal geen complotten gesmeed bij die Bilderberg-conferentie? Nou, dat kan ik nooit zeker weten. Geen notulen naar buiten, toch? Nee, en dat betekent natuurlijk dat mensen vrij kunnen spreken. Kijk, als jij, zonder ze het willen gaan verdedigen, maar als jij de CEO bent van een beursgenoteerd bedrijf, dan kun jij allerlei dingen niet meer zeggen, want dan kan worden geïnterpreteerd als een poging tot manipulatie van de beurskoers. Dus ik snap wel dat ze geen notulen maken. Het is, denk ik, het kwalijke zit hem, denk ik, vooral als je iets kwalijks zou moeten zoeken, aan het feit dat dus ja, de mensen elkaars reputatie vervlochten raakt. Dus het wordt steeds moeilijker om er nog iemand uit te trappen, omdat je opeens ontdekt, hé, deze persoon heeft er eigenlijk hele verkeerde dingen gedaan. Dus dat lijkt me meer een probleem. Ja. Ik wil even met u beiden heel snel door naar de conclusie van het boek. Wat ik erin lees, de welvaart wordt op dit moment oneerlijk verdeeld. En u schrijft daarin, heel bijzonder verwijst u naar de jaren 80, dat het waren eigenlijk toen de werknemers en de socialistische partijen die echt water bij de wijn moesten doen en de economie weer vlot te trekken. En er was sprake van loonmatiging, het fameuze historische akkoord van Wassenaar. En nu zegt u eigenlijk, moeten de werkgevers en de liberalen een fundamentele draai maken om die economie zelf ook weer op gang te krijgen. Wat moeten die liberalen dan precies doen, vindt u? Nou, mijn uitgangspunt is dat over de afgelopen tijd dat ik werkzaam ben geweest, toch heel duidelijk is geworden dat de vrije markteconomie een enorme welvaart kan creëren. We kwamen uit een periode van de planeconomie.
We hebben de Sovjet-Unie zien imploderen. Het is allemaal niks geworden. Als je naar Cuba gaat, kan je nog zien hoe miserabel eigenlijk de omstandigheden zijn onder een planeconomie. Dus we moeten proberen die liberale of die vrije markteconomie te behouden. Het heeft ons heel veel gebracht. 40, 50 jaar geleden ging meer dan 90%. Ik heb toevallig vanochtend de toenmalige directeur van het CPB, Van der Belt, zei 92% van de nationale koek ging naar loon en inkomens. Dus er was 8% over voor de kapitaalverschaffer. Dus dat wat er werd verdiend in een bedrijf of in het hele land. Daarvan ging 92% naar de werknemers in precies, de vorm van lonen. Precies. En daar konden natuurlijk de kapitaalverschaffers niet mee uit de bocht. En daar kwam een reactie op en die is ook gekomen. Nu daarentegen verdienen de kapitaalverschaffers in Nederland ongeveer 28% van nationaal inkomen. En in de Verenigde Staten zelfs al meer dan 30%. Dus dat kan niet naar nul. Dus er moet op een goed ogenblik weer ter behoud van die vrije markteconomie die we nodig hebben voor de investeringen, onder andere in het klimaat, moet er nu een correctie komen. En die correctie die komt nu niet meer van de linkerkant, maar die moet van de rechterkant komen. En wat moeten die liberalen dan doen om dit te corrigeren? Laat ik beginnen. Het belangrijkste probleem vind ik dat op dit ogenblik die vrije markteconomie tekenen vertoont van wat wij in de 18e eeuw hadden van op een lauwe rusten, namelijk de Jan Saliegeest. Je ziet dat er zulke enorme machtsposities zijn ontstaan, niet alleen bij de vijf grote techbedrijven, maar ook bij die platformeconomie waar mensen de verliezen voorfinancieren en dan bijna met een monopolie op de markt komen. En daar is een correctie op nodig van de overheid. En de enige correctie die kan komen daar is inderdaad van de liberale kant. Dat men zegt, dat kan niet, dan moeten we wat aan doen. Maar dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap nummer één. En blijft het dan bij VVD-premier Rutte die moet zeggen, dit kan zo niet langer, of heeft u ook concrete maatregelen ingebracht? Ik vrees voor de heer Rutte dat de wereld groter is dan Nederland. Dus als hij goede geluiden uitspreekt, des te beter. Maar het betekent een echt politiek een verschuiving van de aandacht van, als ik het vertaal naar de afgelopen jaren, waar er toch een zekere trots was als wij als land fiscaal voorop liepen voor bedrijven. En dan was zelfs een race naar de bodem, zei men, om de tarieven te verlagen bij de onderneming. Nu zie je het tij keren. De heer Rutte was niet helemaal gelukkig met het afschaffen van zijn dividendbelasting als voorbeeld. Dat men toch moet proberen, ook via het fiscale instrument, weer redelijk het evenwicht in het midden te krijgen. En aan de andere kant, denk ik, voor wat betreft de bodem van de of althans de basis van de arbeidspyramide, dat we massaal moeten inzetten op productiviteitsverhoging. Er is iets heel raars. De afgelopen jaren is de productiviteit bijna niet omhoog gegaan. En mensen kunnen alleen structureel meer verdienen als de productiviteit omhoog gaat. Ja, dus je zegt enerzijds belastingen, daar moeten we dus aan de knoppen gaan draaien, en anderzijds het werk wat mensen produceren, dat moet omhoog. Ja, nog even over die belastingen. Je kan als land niet in je eentje aan belasting gaan zitten draaien. De ondernemingen worden ongeveer 3-4% van het nationaal inkomen belast, hier en elders. Dus als jij draait, moet een ander meedraaien. Dus het is een beetje onzinnig om te zeggen, we verdubbelen de belasting hier. Maar aan de kant van de basis van de piramide is een enorm veld te winnen via opleiding. Wij moeten proberen voorop te lopen in innovatie, robotisering enzovoort. En heel vroeg ook de vrees weg te nemen van de werknemers dat hun banen bedreigt. Het bedreigt misschien op korte termijn een baan, maar op langere termijn wordt iedereen er beter van. Meneer Luijendijk, wat denkt u dat de oplossing is om die welvaart beter te verdelen? Nou, als journalist doe ik gelukkig niet aan oplossingen. Ben ik vooral enorm heeft u wel veel onderzoek naar ik gedaan. Ik ben vooral enorm geïnteresseerd in problemen zonder oplossing. Maar ik vind dat basisidee van Kees, in zijn laatste brief komt dat heel sterk naar voren, heel interessant. Er is in het begin jaren 90 heeft Bolkestein gezegd, links moet toegeven dat ze hebben verloren. En eigenlijk heb je nu het punt dat rechts moet gaan toegeven dat ze hebben gewonnen. En dat de oplossingen van begin jaren 90 zijn de problemen van nu geworden. Dus eind jaren 80, begin jaren 90, enorm misbruik van de sociale zekerheid.
Wat je nu hebt is een totaal doorgeslagen wantrouwen van de overheid. Toen had je enorme tekorten. Nu hebben we destabiliserende exporten, overschotten. Je hebt bijvoorbeeld de universiteiten. Nee, toen ik op de universiteit zat, ja, docenten die deden helemaal niks. Studenten deden helemaal niks. Nu zijn we helemaal doorgeschoten. Academische vrijheid is afgeschaft. Studies zijn enorm schools geworden. En eigenlijk zijn de liberalen nog steeds bezig om het medicijn toe te passen van begin jaren 90. En dat medicijn is aan het veranderen in vergif. En dan heb je nog één plek over waar je dus wel marktwerking moet hebben. Namelijk de beprijzing van CO2. En daar blijven ze af. Dus de zorg gaan we privatiseren, het onderwijs gaan we privatiseren, de publieke omroep wordt volgens marktdenken gerund, het gevangeniswezen misschien zelfs. Maar de enige plek waar marktwerking echt kan werken, gewoon CO2 beprijzen, daar zegt de liberalen, nou. En dan zie je ook dat die hele ideologische overtuiging van die liberalen... Dus zou dat de eerste opdracht zijn die u aan premier Rutte zou geven? Of zou vragen om dat te gaan veranderen? Nou ja, dat is echt niet mijn taak als journalist, hè, om mensen opdrachten te geven. Nee, maar goed, meneer Verleden komt natuurlijk met het idee van die liberalen moeten nu een fundamentele draai gaan maken. Dus ik probeer concreet te krijgen wat die liberalen dan moeten gaan doen om die macht van die aandeelhouders te verkleinen, om die welvaart voor iedereen te laten gelden. Wat vindt u? Nou kijk, ik denk sowieso dat in het Rijnlandse model zitten al veel meer mogelijkheden om ook andere stakeholders, zoals dat dan helaas heel lelijk heet, een rol te geven en zo. Maar wat dat betreft, als het gaat om wat wij denk ik vooral proberen te identificeren, is dat de mentaliteit die de afgelopen 30 jaar te grondslag lag aan eigenlijk de blikrichting van alle consensuspartijen, dus de partijen die om de beurt de regering vormen, dat die eigenlijk uitgelopen is. En dat je dus nu een nieuwe mindset nodig hebt, waarbij je bijvoorbeeld ook echt anders moet gaan nadenken over de rol van de overheid. Het eind jaren 80 had de overheid een veel te grote rol. Die bepaalde veel te veel. Zat ook in scheepswerven en zo. Nu hebben we echt de overheid nodig als regisseur bij de klimaattransitie. Maar dat betekent dus dat je echt anders moet gaan nadenken over de overheid en met veel meer zelfvertrouwen zou moeten gaan optreden als overheid. In plaats van het idee van, oh, de markt kan het vast beter. Ja. Daar, aan die mentaliteitsverandering, daar ben ik vooral mee bezig. Het komt in het boek ook diverse malen terug op het voorbeeld van die witwasaffaire van de ING. En dan in het bijzonder het gedrag van de CEO, Ralf Hamers. Waarom was dat voorbeeld zo belangrijk voor u? Nou, wat ik interessant vind is als je zegt van ik run een organisatie van tienduizenden werknemers en er is dit jaar enorm veel winst gemaakt en dat komt door mij. En daardoor heb ik nu een enorme bonus. Dan neem je dus eigenlijk krediet voor wat al die mensen hebben gedaan. Dat kan je doen, maar dan vind ik ook dat er ook een malus moet zijn. Dat als daar iets in die grote organisatie waar jij de verantwoordelijkheid voor claimt iets echt verkeerd gaat, langdurig, en dat je dan ook echt pijn leidt. En op dit moment is het zo in Nederland, als je een formuliertje verkeerd invult als AOW'er met een krantenwijkje of als werknemer, je doet iets kleins fout, de overheid is genadeloos. En dan heb je een soort boomgrens in Nederland en boven die boomgrens betaalt niemand meer een echte persoonlijke prijs voor dit soort falen. Wat had er met hem moeten gebeuren dan, vindt u? Ja, kijk, dat is lastig. Maar ik moet nog wel eens, omdat ik eerder een boek heb geschreven over de bank, een praatje houden voor bankiers. En dan zeggen ze, meneer Luijendijk, de tijd voor bankierbest is toch voorbij. En hoe kunnen we het vertrouwen herwinnen? En dan zei ik altijd, van, ja, als een deel van u nu in de gevangenis zat. En dan beginnen ze altijd heel welwillend te lachen. Van wat grappig, die jongen ziet er heel netjes uit en hij zegt gekke dingen. Maar ja. Nou ja, hè, u zet ons wel aan denken, meneer Luijendijk. Dat betekent altijd dat ze dat dus niet gaan doen. Maar dat is natuurlijk wel logisch. Als je echt zegt bonus, dan moet je ook echt zeggen malen. Zo is de financiële sector ooit begonnen. Als jij failliet ging, als jouw bank failliet ging, ging jij ook failliet. Ja, meneer Verleden, wat vindt u ervan? Had meneer Hamers de bak in moeten gaan? Maar ik denk dat de primaire verantwoordelijkheid voor een salaris ligt niet bij meneer Hamers, maar ligt bij de Raad van Commissarissen. En de Raad van Commissarissen is ook gekapitteld en hebben een soort zoenoffer gemaakt in de tijd door de tweede man weg te sturen. Ik denk dat ieder bedrijf... Er zijn twee dingen. De malus, wij hebben het geprobeerd bij Axel Nobel een tijdje om de bonus naar beneden te corrigeren voor investeringen die geen geld opbrachten. Dat is heel gecompliceerd en je kan het aan niemand uitleggen. Dus daar zijn we mee opgehouden. Malus bestaat overigens bij het familiebedrijf wel. Die zitten er met hun eigen centen in. Vroeger waren de banken partnerships of maatschappen. Daar zaten ze ook met hun eigen centen erin. Dus dat is het ene verhaal. Dus dan voelde je vanzelf, die straf kreeg je vanzelf eigenlijk, als je het bedrijf niet goed runde. Maar ik geloof aan de andere kant, of het naar ING is of een ander bedrijf, ieder bedrijf opereert in een bepaalde context. En je moet wat je doet maatschappelijk aanvaardbaar kunnen uitleggen. En hier was een situatie die niet aanvaardbaar uitgelegd kon worden vanwege de steun die ING ervoor gekregen had, gekoppeld aan het feit dat er nog een poging was gedaan het salaris te verhogen in de periode dat het onderzoek naar die witwaspraktijk al liep. Dus daar is in mijn ogen een ernstige inschattingsfout gemaakt in dat bedrijf.
eigenlijk meer over hoe wordt het ontvangen dan over het feit dat je het salaris zou verhogen. Ja, ja. En u zei net zelf ook, er moet eigenlijk een soort malus komen. Dus het gaat niet om barbertje moet hangen, zoals u in het boek schrijft. Ja. Maar het gaat om dat het bedrijf op een andere manier gaat functioneren. Ja, en in die tijd heeft Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, die heeft ook gezegd, de banken die moeten goed naar hun doelstellingen kijken. Ben je er alleen om winst te maken of heb je ook een maatschappelijke context? En hij zei, men moet zijn ambitie, zijn rentabiliteitsambitie aanpassen op de maatschappelijke zorg die er is, dat de cliënten die daar binnengehaald worden, dat die te vertrouwen zijn. Ja, dus de bedrijven moeten misschien gewoon wat minder gaan focussen op veel winst geld halen en steeds meer winst maken. Nou, je ziet nu dat de bedragen die uitgegeven worden bij alle banken aan het, wat dan in het Engels heet, Know Your Customer, KYC. dat zijn gigantische bedragen en die gaan natuurlijk in korting op de winst. Ja, ja. Meneer Leijnijk, u betoogt in het boek een paar keer van, ja, er is wel sprake van klassejustitie. Dus we gaan inderdaad niet zo'n CEO straffen. Is dit een eerlijke oplossing om die rendementseisen dan aan te passen? Komt het dan vanzelf wel goed, denkt u? Nee, ik denk dat dat wel echt twee verschillende dingen zijn. Wat wel echt heel goed is om te beseffen dat, als ik ook dit in lezingen zeg, van we moeten minder op winst sturen, dan zit iedereen te knikken. En als ik dan zeg, dat betekent dus een lager pensioen en hogere verzekeringspremies en waarschijnlijk ook een deel van de waarde van hun huis eraf. En dan zie je dus de huisbezittende middenklasse, de steun voor radicale maatregelen stort voor je ogen in. Ja. Het is ontzettend makkelijk om alleen maar te kijken naar bankiers, naar bedrijven en intussen dat jij in de supermarkt en als belegger en zo constant zelf probeert je winst te maximaliseren en dan van hen te eisen dat ze het niet doen en zijn vervolgens wel te straffen als ze inderdaad niet alleen op winst sturen, want ja, dan bieden ze minder rente. Dus er is echt wel wat nodig ook, met name bij de middenklasse, die totaal, die de hoge mate medeplichtig is aan het systeem wat we nu hebben. En wat zouden wij zelf als middenklasse kunnen doen? Nou kijk, je hebt natuurlijk als gepensioneerde heb je een lange termijn belang en een korte termijn belang. Je korte termijn belang zou je kunnen zeggen is zoveel mogelijk geld. Je lange termijn belang is dat ook de wereld van je kinderen nog leefbaar is. Wat dat betreft loopt Nederland wel echt voorop ook met pensioenfondsen die conversatie voeren met hun achterban. In andere landen is dat veel moeilijker omdat ook pensioenfondsen daar heel anders zijn functioneren. In een Amerikaanse context is het ieder voor zich. Die spreek je veel moeilijker aan. We moeten toch een manier gaan vinden om het korte termijn belang van mensen materieel in overeenstemming te brengen met hun lange termijn belang. Ja, ik probeer het concreet te krijgen. Zou ik dan zelf naar mijn pensioenfonds moeten stappen? Ik wil een lange termijn. Dat jullie meer aan de lange termijn gaan denken? Of wat kan je als persoon, als individu doen? Ik denk hieraan dat dit van die pensioenfondsen zelf kan afkomen. En ik denk in het algemeen dat je dit niet aan de keuzevrijheid van mensen moet overlaten. Nee, dus het zit toch bij die bedrijven. Als we rond feminisme dan de keuzevrijheid van mensen hadden overgelaten, was 10% was zijn eigen dochters fatsoenlijk gaan gedragen en de rest was gewoon doorgegaan. Je moet om de zoveel tijd moet je gewoon zeggen, boem, we lopen voor de troepen vooruit. En voor allerlei collectieve problemen zijn niet altijd individuele oplossingen. Ja. Dan wil ik het ook nog heel even hebben over de bonussen. Want daar komt het ook een paar keer in het boek, gaat het daar over. Meneer Van Leden, het gaat over grootverdieners, lezen we vaak in het boek, die in gang gaan, zoals farmaceuten, bankiers. Meneer Kok had het ooit over exhibitionistische zelfverrijking. Wat vindt u daarvan? Ja, er zijn twee elementen. Het ene element is de markt, zoals het heet. En het tweede is wat je als bedrijf, en dan kom ik weer aan die context waarin het bedrijf opereert, wat je daaraan doet. De markt is sinds de 90er jaren in Nederland. We hadden hier een gezellig tuintje in de wereld en we deden wat we willen met elkaar. Maar die is opengebroken. En met als gevolg dat de bedrijven zijn geïnternationaliseerd. En er zijn buitenlanders in Nederland gekomen. En dan geef ik het voorbeeld. Als je een Nederlander uitstuurt naar India, dan zet je hem niet op een Indiaas salaris, want dan blijft hij thuis. Of naar Afghanistan, dat is misschien een beter voorbeeld. Ja. Daar moet begrip voor zijn. Maar het gevolg was dat die raden van bestuur bemand werden in toenemende mate met buitenlanders. En met enorme salarisverschillen. Buitenlanders die in Nederland kwamen werken ook? Of überhaupt gewoon internationaal opereren, bedoelt u? Nee, van internationaal opererende. Ja. Het is interessant om ING nog een keer te noemen. De voorvoorganger van de heer Hamels, de heer Kist, die had geloof ik iets van een 400 of 600 man die meer verdiende dan hij. Allemaal buitenlanders. Dus het speelt niet alleen op de raad van bestuurniveau, maar ook eronder.
En dus je kan je tuintje, je Nederlandse tuintje, proberen te houden zoals het is. Maar op een goed ogenblik, als jij een gekwalificeerde internationale financiële man nodig hebt, is er een marktprijs. Ja. En datzelfde geldt, we hebben net gezien dat Ziyech die vertrekt naar, waar ging die ook weer naartoe? Chelsea. Naar Chelsea. En er is een marktprijs voor meneer Ziyech. En dus die keuze, die is er altijd. Ja. Maar de kunst voor het bedrijf is om te zorgen dat die twee in balans blijven. En ik zeg ook in mijn boek, je kan zeggen die salarissen zijn hoog, maar uiteindelijk betaal je toch de marktprijs. Ja. Meneer Luijendijk, wat vindt u ervan? Ja, ik denk dat vond niemand misgunt Frans Bauer zijn bonussen. De zanger. Mm-hmm. Want Frans Bauer, hij moet concurreren. We snappen wat hij maakt. Hij investeert riskeert zijn eigen geld. Als hij failliet gaat, wordt hij niet gered. En dus ik denk dat de mensen niet zozeer gelijkheid willen, maar ze willen rechtvaardigheid. En ik denk dat ze bij veel mensen die veel verdienen het totaal niet helder zien wat die dan toevoegen. Kijk, bij Messi, als die bij mijn voetbalteam mee gaat doen, schiet hij ze er ook allemaal in. Hè, maar als Hamers mee gaat doen in de journalistiek, stelt hij niks voor. En dat kan hij helemaal niet. En dat is een soort mismatch. En ik denk dat we veel meer moeten inzetten op rechtvaardigheid dan op gelijkheid. Wat zou uw boodschap zijn aan de toekomstige generatie captains of industry? Ik deel die mening. Ik geloof inderdaad in zijn algemeenheid. Of het nu gaat over de bonussen bij bedrijven. Maar dat geldt ook in de politiek. De mensen die weinig te besteden hebben, zijn niet per definitie jaloers op de mensen die veel te besteden hebben. Maar ze willen wel dat het eerlijk verdiend is. Daar gaat het om. Ja. En bij de grote bedrijven maakt het publiek een verschil tussen de ondernemer en de manager. U verwelkomt mij als general manager, ook geloof ik. Maar de sympathie ligt bij de ondernemer. De man die het risico neemt en die wel de malus in ieder geval een keer heeft gehad, doordat hij zijn eigen geld erin stak. Ja. En daaromheen heb je een hoop mensen, zoals ik, die bestuurders zijn. En als die zonder eigenlijk iets te doen enorm veel geld verdienen, terwijl aan de basis het sappelen is, dat wordt niet. En wat is uw advies aan die toekomstige generatie captains of industry, de mannen van uw statuur? Ik zei in het begin al, ik ben hier niet om over mijn graf te regeren en boodschap aan de anderen. Ik geloof, of ik weet zeker, ik heb vele reacties gekregen, vooral van tijdgenoten ook, die zeggen, het is een probleem, er moet wat aan gebeuren. Het is doorgeschoten. Niet voor niets dat er miljonairs en miljardairs zijn die zelf zeggen, de belastingssystemen die werken nu averechts, wij horen meer te belasting betalen. En ik denk dat op die manier de kaart schip zal keren. Dank u wel. Dank u wel beiden voor dit gesprek en uw uitleg.